Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door T-Mobile. Mooi dat je kijkt naar FC Utrecht TV. Vandaag geen gast aan de desk, maar wel een bomvol programma. Zo blikken we met Mark van der Marel en Tommy Santiago vooruit op het uitduel bij RKC Waalwijk. Hebben we een zeer doelpuntrijk bekerduel tussen FC Utrecht onder de 16 en Ajax onder de 16. En we praten ook bij met de kersvers trainer van FC Utrecht, Rick Kruis. Dat we uiteindelijk ervoor zorgen dat ieders persoonlijke belang aan de kant gaat en dat we alleen maar aan het belang van FC Utrecht denken. En als we dat doen, met veel energie, dan ben ik ervan overtuigd dat wij Europees voetbal kunnen halen. Maar we beginnen met een terugblik op de afgelopen week. Eén vol interlandvoetbal, maar ook zeker één met behoorlijk wat ontwikkelingen binnen FC Utrecht. Zo wordt op dinsdag duidelijk dat de wegen van FC Utrecht en René Haken per direct scheiden. Assistenttrainer Rick Kruis wordt doorgeschoven en is tot het eind van het lopende seizoen de hoofdtrainer. Een dag later ondertekent Luc Brouwers een 5-jarig contract bij FC Utrecht. De 23-jarige middenvelder komt na dit seizoen over van Go Ahead Eagles. Voor mij de mooiste stap was die ik dit jaar kon maken na een goed seizoen tot nu toe bij Go Ahead Eagles. Was dit wel de club die ik in gedachten had, zeker. En diezelfde dag oefent Jong FC Utrecht op sportcomplex Zoudenbalk tegen Australië onder de 23. Een team opgebouwd uit jongens die in Europa spelen. En de enige en de winnende goal komt op naam van Raymond Huizing, 1-0 op Zoudenbalk. Donderdag wordt duidelijk dat een oude bekende tot het eind van dit seizoen de assistent van Kruis wordt. Silberbauer, wat een knal! Ja, en naast Michael Silberbauer is ook Dick Advocaat terug op het oude nest. En onder toezicht oog van Advocaat, die gaat dienen als klankbord voor Kruis, oefent FC Utrecht die middag in Gelsenkirchen. Utrecht krijgt in Duitsland de kansen. Tegenstander Schalke 04 scoort de goal. Marius Bulter geeft de bal voor en Dominique Drexler rondaf. 1-0 de eindstand. En tot slot wordt op vrijdag bekend dat FC Utrecht de optie in het contract van Bart Ramselaar heeft gelicht. De middenvelder uit Amersfoort is daardoor tot 2023 verbonden aan de club. En van het terugblik op de afgelopen week is het nu tijd voor Rick Kruis. Geboren en getogen Utrechter die zich nu een week de hoofdtrainer mag noemen van zijn FC. Ricky Kruis kan dit als geen ander. Ricky Kruis, oh, wat een doelpunt van Ricky Kruis! In het begin een dubbel gevoel, omdat het ontslag van René uiteindelijk natuurlijk heeft geleid dat ik hoofdtrainer ben. Maar daarna moet je het ook oppakken en heb ik ervoor gekozen om deze uitdaging aan te gaan. En ben ik ook wel dankbaar met het vertrouwen van de club. Brengt het voor jou nog een gezonde extra druk met zich mee dat jij als kind van de club nu eindverantwoordelijke bent? Ja, tuurlijk. Hoofdtrainer zijn van FC Utrecht is natuurlijk een positie waar druk op staat. Maar oké, ik stap daar relaxed en fris in. En ik ben van plan om het beste ervan te maken. En ik probeer wel de energie die ik in mij heb, want ik denk dat de afgelopen weken niet top was, die ga ik er proberen in te brengen. En natuurlijk heeft iedere trainer een eigen stijl. En zal ik ook proberen om wat nieuwe accenten in het elftal weg te zetten. Je hebt je in het verleden onder andere bezig gehouden met de spelwijze, met individuele spelers. Nu heb je in één keer een hele staf naast je, een hele groep onder je. Is dat heel erg anders? Ja, het is wel wat drukker, want uiteindelijk ben je als hoofdtrainer de man die dat allemaal moet aansturen op een zo goed mogelijke manier. Dus dat kost wat meer tijd. Nou, aan de andere kant ken ik natuurlijk de meeste mensen al, dus ben ik bekend met de werkwijze. Dat blijft gewoon intact. Maar ja, het kost net wel even wat meer tijd, zeg maar. Is het schakelen op sommige fronten? Ja, zeker. Er komt natuurlijk een hoop op je af. Een hoop dingen waar je normaal wel bij betrokken bent, maar uiteindelijk niet een klap op geeft. Ja, en nu wel. Dus dat is wel schakelen. Iemand die voor jou als klankbord gaat fungeren is Dick Advocaat. Ik denk dat menig beginnen trainers jaloers op je zijn. Wat voor type vragen leg je bij zo'n advocaat neer? Nou, ik denk dat heel, heel veel is. Hè, dat zijn heel veel dingen die wij bespreken. Dat gaat van speelwijze tot manier van leiding geven ten opzichte van een groep. Tot randzaken die er omheen spelen. En om dan eens te klankborden wat zijn bevindingen zijn, wat hij ziet. Nou ja, en ik mag me natuurlijk gelukkig prijzen dat Dick Advocaat mij en FC Utrecht wil helpen. Ja, als er één iemand is die weet hoe het is om in de na-competitie successen te boeken met FC Utrecht of tegen FC Utrecht, dan zei je het wel, toch? Zeker weten.
We praten zo verder met Rick Kruis, maar eerst is het tijd voor jeugdvoetbal. FC Utrecht onder de 16 speelde afgelopen zaterdag namelijk het bekerduel tegen Ajax onder de 16. En het werd een doelpuntrijke en nog veel belangrijker succesvolle middag op Sportcomplex Zoudenbalg. Utrechters kennen een prima seizoen. De ploeg van trainercoach Nathan Wiener promoveerde naar de hoogste divisie. En ze hebben nog geen enkele wedstrijd dit seizoen verloren. Ajax start overigens sterk. En in de eerste minuut al een serieuze kans van Avery Appia. En Utrecht komt daar goed weg. In die openingsfase zijn de Amsterdammers iets dreigender. Maar dan komt de thuisploeg voor het eerst eruit. Saleh gaat de diepte in en dan is de redding van Frank Entoucius. Onthoud die naam, Amir Saleh, want die gaan we nog vaker horen vanmiddag. Het is een heerlijke wedstrijd op Zoudenbalg. De ploeg uit de Domstad neemt het heft in handen. Torben Bos. Dan is de voorzet daar, Tijn den Bogende. En die bal valt keurig netjes binnen, uitstekend getimed. En de keeper Entius is op het verkeerde been gezet. En de voorsprong, mag je zeggen, is verdiend. Na die treffer komt er meer zelfvertrouwen bij Utrecht. Vlak na de 1-0, Amir Saleh, schitterend. 2 jaar geleden kwam hij over van sportclub Buitenveldert naar de jeugdopleiding van FC Utrecht. En hij laat zich gelden van afstand. En de doelman is weer geslagen. Perfecte goal. Dan direct naar rust dringen de bezoekers weer aan. En deze bal valt binnen via Don Angelo Conadu. En dan is de spanning toch weer terug. Nathan Wiener ziet dat zijn eigen ploeg het weer een beetje beter gaat doen. Wat meer bij de les is. 2-1. En daar is die Tijn den Bogende weggestuurd. En hij maakt de 3-1. Gustav Arcos Sundqvist met de paas. Uitgekapt den Bogende. En het gaatje is weer 2 doelpunten. Het wordt een middag om niet snel te vergeten voor FC Utrecht. De corner valt voor de voeten van Torben Bos. En dan wordt het zelfs 4-1 vlak voor tijd. Ajax wordt helemaal aan gort gespeeld. Bos komt voor zijn directe man tegendraads gevolleerd. Een dik verdiende zegen voor Utrecht onder 16 dat zich plaatst voor de kwartfinale van de KNVB-beker. Nou, ik denk dat het grote verschil was in deze wedstrijd. Dat Utrecht echt als team, als collectief gespeeld heeft. Voor elkaar geknokt heeft met heel veel strijd, heel veel passie. Er bovenop zat. En ik denk dat dat echt het verschil gemaakt heeft in deze wedstrijd. Ik ben gewoon een speler met snelheid. Kan goed dribbelen, 1-op-1 acties maken. En ik maak ook veel assists en goals. Nu naar de kwartfinale. Ik hoop dat we een goede loting krijgen en dan gewoon voor de finale gaan. En die beker pakken. Heerlijke doelpunten, de volgende ronde van de beker. Kortom, een mooie middag voor FC Utrecht onder de 16. En van jeugdvoetbal is het nu tijd voor het eerste elftal. Want FC Utrecht gaat aankomende zaterdag op bezoek bij RKC Waalwijk. We gaan voorbeschouwen op dat duel met Thomas Santiago en Mark van der Marel. Met het plotselinge vertrek van René Haken en Rick Kruis als nieuwe hoofdtrainer gaat FC Utrecht de laatste fase van dit eredivisieseizoen in. De ervaring leert wel dat er altijd een soort van nieuwe dynamiek ontstaat als er zoiets gebeurt. Vreemd, maar ook weer niet onlogisch. Dat prikkelt wel weer en iedereen is op een bepaalde manier weer anders. Ik kijk weer anders ernaartoe, toch benieuwd ook wat er gaat gebeuren. Ja, en iedereen gaat zijn huidje en zijn velletje weer duur verkopen. En het zorgt voor een nieuwe dynamiek met nieuwe mensen ook bovenaf. Iets wat nieuwe ideeën, nieuwe accenten. Ja, dat is nu, vind ik, wel een beetje terug te zien al een beetje in de trainingen. En dat is ook nodig, want er komen nog een reeks wedstrijden aan. Waarbij we gewoon echt punten moeten gaan behalen. En dat weten wij zelf nu echt ook. Een van de veranderende accenten is de komst van Dick Advocaat als klankbord van Rick Kruis. Tommy Santiago kent Advocaat nog uit het seizoen 2018-2019. Toen was de kleine generaal hoofdtrainer van FC Utrecht. Ik heb een paar trainingen inderdaad meegedaan. En toen was ik nog 18. Dat is al heel even geleden. Alleen maar fijn dat hij erbij kan zijn en kan adviseren en assisteren waar nodig. En ik denk dat hij heeft natuurlijk veel ervaring en dat brengt natuurlijk wel wat in het team. Zeker. Ook voormalig FC Utrecht-speler Michael Silberbouw is toegevoegd aan de technische staf van FC Utrecht als assistenttrainer. In zijn periode bij FC Utrecht was Silberbouw teamgenoot van Van der Marel. Ik kwam als klein jong jochie erbij en toen was hij kapitein van het schip. Nou, dat heeft destijds wel, kijk je naar hem op en dan
Ben je toch benieuwd? Dat zijn jouw eerste indruk eigenlijk met profvoetbal op dat moment. En dat neem je ook op je eigen manier weer mee. En nu dat hij weer terug is, ja, ik had hem altijd wel hoog zitten qua hoe je voetbal hebt beleefd. Dus het is dan mooi om te zien hoe hij zich ontwikkeld heeft. En dat je nu weer op een bepaalde manier zo samen mag zijn. En dan ben je ook wel benieuwd wat hij in petto heeft op trainersgebied. Ja. Weet je hoe vaak je met hem op het veld hebt gestaan? Ja, ik denk dat mijn eerste seizoen dat ik kwam, dat zal een wedstrijd of 20 geweest zijn. En het jaar daarna ietsje minder, denk ik. Dus nou, misschien dat het een keer of 30 is geweest. 27 keer stonden Van der Marel en Silberbouwer samen op het veld als speler van FC Utrecht. 1 keer namen ze het samen op tegen de komende tegenstander RKC Waalwijk. Silberbouwer wist toen de 2-0 te maken. Staat me nog iets vaag bij, maar inmiddels heb ik wel een aantal edities op mijn naam staan. Voor Tommy Santiago wordt het zijn 3e editie. Zijn eerdere 2 duels met RKC wist de verdediger winnend af te sluiten. Is het zo? Kijk, als we dat door kunnen zetten, dan zou dat lekker zijn natuurlijk, ja. Dat zou ik heel mooi vinden, ja. Utrecht op bezoek bij RKC Waalwijk. Het duel dat aankomende zaterdag om 8 uur begint. Voor Rick Kruijs betekent het zijn officiële debuut als hoofdtrainer van de FC. Het is tijd om verder te praten met de oefenmeester die langzaam toeleeft naar dat moment. Natuurlijk kriebels. Ik bedoel, ik kijk er natuurlijk enorm naar uit om zaterdag met de ploeg naar RKC te gaan. Aan de andere kant ben ik ook rustig, omdat ik denk dat het ook een taak van een hoofdtrainer is om rustig te blijven, zodat je alles kunt overzien. En ja, dat is een goede balans die ik moet vinden. Ja, ik hoor trainers wel eens zeggen, als er een wijziging is in de staf, het gaat om accenten leggen en niet rigoureus dingen anders gaan doen. Wat zijn die accenten? Nou ja, dat zijn een aantal zaken in het verdedigen. Hè, dat het wel wat stabieler kan, omdat we gewoon simpelweg te veel tegengoals hebben gehad. Zekerheid inbouwen. Ja, dat een stukje zekerheid. En het spel aan de bal is de laatste weken ook niet top geweest. Dat heeft ook te maken gehad met natuurlijk een aantal jongens die we niet konden gebruiken. Nou, het lijkt erop alsof de groep aardig fit is. Dus binnen het aanvallen zullen we ook een paar nieuwe accenten leggen om de tegenstander weer twijfel te brengen. Andere spelers? Dat zou kunnen, dat gaan we zaterdag zien. Geen andere formatie? Ook dat ga je zaterdag zien. De kans voor Kruijs is gewoon voor het doelpunt. Wat een prachtige van Rick Kruijs. Aardig schot van Kruijs, wat heet een aardig schot van Kruijs? Het is een doelpunt uit het niets van ver. Het grootste belang, tenminste het belang wat voorop staat, is FC Utrecht. Dat is logisch en daarom wil ik ook helpen. Het is ook een kans voor mij. Ik ben voor het eerst hoofdtrainer, ik kan me nu ook laten zien en ik ga proberen om uiteindelijk mijn stempel op het elftal te drukken. En ik denk dat het grootste thema voor mij nu is dat de ploeg met een bepaalde energie speelt en zich ook gedraagt. Zodat uiteindelijk de mensen die de afgelopen tijd geen top FC Utrecht gezien hebben, zich weer kunnen identificeren met de club door de energie die het elftal uiteindelijk geeft. Je was vroeger voetballer Ricky, dat werd assistenttrainer Rick, nu ben je de hoofdtrainer. Hoe gaan de jongens met je om? Hoe reageren ze op deze move? Heel goed. Uiteindelijk werken die dingen natuurlijk ook zo in voetbal. En is dat misschien een dag schakelen, maar eigenlijk gaat dat heel natuurlijk. Wat zijn nou de voornaamste doelen, denk jij, voor de komende weken? Als groep heb ik het dan over. Het concrete doel is om uiteindelijk nieuwe energie in het elftal te brengen. Wij hebben eigenlijk met elkaar ervoor gezorgd dat er een slachtoffer is gevallen met René Haken die ontslagen is. En dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid richting ons om iets nieuws te laten zien. Daarbij is het nu zaak in de laatste weken dat alles wat gespeeld heeft, dat we dat achter ons laten. Dat we uiteindelijk ervoor zorgen dat ieders persoonlijke belang aan de kant gaat en dat we alleen maar aan het belang van FC Utrecht denken. En als we dat doen, met veel energie, dan ben ik ervan overtuigd dat wij Europees voetbal kunnen halen. Tot zover deze uitzending van FC Utrecht TV. Volgende week zijn we uiteraard bij je terug en gaan we hopelijk nagenieten van dat uitduel bij RKC Waalwijk. Maar we hebben logischerwijs nog heel veel meer dan dat. Laat je vooral verrassen. Dank voor het kijken en heel graag tot later. En het antwoord van Utrecht. De Ridder. En dan is Fortuné en is de wedstrijd beslist. En is het Utrecht dat RKC het eerste puntverlies van de competitie toebrengt. En de assist hier op Mahi en die maakt 1-0 voor Utrecht.
FC Utrecht. In het laatste kwartier dus. Zoet zit ernaast en Schut scoort. Utrecht staat met 1-0 voor in Waalwijk. En dat levert Utrecht meteen een treffer op. Zo wordt dat dus afgestraft.